Hallo, mijn naam is Mario. Ik ben 8 jaar oud. Ik ben in Banten geboren. En ik ben in 9 april 2011 geboren. Ik heb deze operatie Bissam boeken af. Like 6-7 weken of zo. En deze boek, de schrijver heet Joshua Douglas en de tekening van Ellie Hayes. Dit is de serie van Costa Banana. Er zijn 3 boeken van deze serie. De gruwelijke generaal, de ongelofelijke raviola en deze boek heet Operatie Pisang. Operatie Pisang is over een geheim agent die wil codes hebben. En 2 meisjes heet Julia en Rosa. Rosa is de dochter van de president. En Julia is de dochter van meester Manuel en mevrouw Lopez. De moeder van Rosa, zij heeft ook een broertje, Fico. De moeder van Fico en Rosa heet Florabella. En die 2 meiden zoeken codes ook. Maar die geheime agent is heel geheimerig. Hij wil ook dezelfde codes. En ze willen weten waarom. Waarom meester Gabriel naar Costa kijken? Naar Costa Canaria met Coco. En de president wil heel erg rap leren. Eigenlijk ben ik Indonesië, maar als ik Indonesië spreek, moet ik lang denken wat was de woord. Maar als ik Nederlands spreek, dan kan ik het weer beter doen. Ik ben een klein beetje beter dan Indonesië. En ik woon nu in Nederland. Later wil ik schrijver en tekenaar zijn. En ik weet niet of ik ga kinderboekjes schrijven. Of voor protomensen, volwassenen of jongeren. Dit is de boek. Achterkant. Dit is een babyboek. En dit is ook een kinderjury. Dit heb ik geleerd in de bibliotheek. En deze boek heeft 261 bladzijden. En soms was de tekst een beetje saai. En soms was de tekst wel leuk. En soms heb ik een moeilijk woord gezien. Dan weet ik niet wat dat betekent. Dan soms ga ik het opzoeken bij Google. Wat het is of wat het betekent. En soms is het een beetje eng geworden. Omdat soms is het ook spannend. De mensen die hier spelen zijn Rosa, Vika, Flora, Bella, Pablo, Fernando, Pepito, Julia en de geheime agent. En meester Manuel en mevrouw Lopez. En ik weet niet meer. En Coco en meester Gabriel. Dan ga ik mee.
boeken lezen en afmaken en weer zeggen hoe het gaat met de andere boeken. Doei, tot ziens!